Ik heb op het moment een 20 volwassen pauwen en een kleine 50 jonge dieren. Ik heb hier een paar jonge blauwe pauwen zitten bijvoorbeeld. Daar loopt een jonge blauwe haan bijvoorbeeld. Normaal zijn javapauwen altijd groen namelijk. En ja, ik heb ze hier in het wit. Deze zijn zo brutaal, als ik hier ga zitten, dan springen ze gelijk op schoot. Ach, dat is gewoon een hobby. Ik ben altijd gek van gevogelte geweest en dan woon je wat groter en dan worden het grotere vogels. Mijn moeder had vroeger kanarietjes, zeg maar, en ja, dat had mijn interesse dan wat minder. Maar ja, ik vind deze grote dieren, die vind ik mooi. Ik vind kalkoenen vind ik ook heel mooi bijvoorbeeld, heb ik ook jaren gehad. Maar pauwen zijn veel eleganter, ze zijn sierlijker en dat vind ik mooi. 70 is dus de optelsom. Ja, dat zijn er best veel. Ja, dat is bij deze de kleurencombinatie die ik heel erg mooi vind. Je kan het zo wel zien dat het groen op de rug bijvoorbeeld, ja, dat zit straks ook in de staart. Ja, dat contrasteert heel mooi met dat wit. En ja, dat maakt het tot een hele bijzondere pauw. Mijn vrouw zei altijd, Ronald, jij met je hobby, jij komt nog een keer op een televisieprogramma. Toen ik een beetje lachen, maar eigenlijk is het ook helemaal niet zo leuk. Want zij bedoelt het programma, mijn man heeft een hobby. Ja, daar wil ik eigenlijk niet in terechtkomen. Maar dat jij er bent, vind ik wel heel leuk. Er staat geen stroom op dit moment. Stap maar rustig naar binnen. Ik ben niet zo'n held met gevogelten, maar... Ze doen absoluut helemaal niks. En we kunnen wel voorzichtig naar achteren lopen. Ja, dan zie je dat die groene, de javapauwen, ja, die rennen dan op dit moment wat weg. Ik kan hier bijvoorbeeld op zo'n bankje gaan zitten en dan lopen ze wel om me heen. Dus overdag heb ik de stress van mijn werk, of de drukte van mijn werk, laat ik het zo zeggen, want ik vind het erg leuk wat ik doe. En dan s'avonds, dan zit je hier heerlijk en dan gaat het hek dicht, zeg maar, en dan kom ik hier helemaal tot rust. Ja. Yeah.